Tielemans. Rob Smit. Toon Witteraar. Jan Goossens. Nog wat nieuws uit Holland? Nou, niet in Nederland, maar hier staat wel een zeer interessant artikel. Mag ik even erbij komen zitten? Zo, laat u maar eens wat horen, hè. Na opgravingen in de Russische bodem tot een diepte van 100 meter, hebben Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden met een geschatte leeftijd van zo'n 1000 jaar. Zo. De Russen hebben hieruit de conclusie getrokken dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden een internationaal telefoonnetwerk hadden. Allee, dat is niet groot nieuws, hè? Oh, wacht even. Er staat nog meer. Er komt nog een vervolg. Om niet achter te blijven, zijn Amerikaanse wetenschappers ook in hun bodem gaan graven. Waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen. Deze vezels bleken na onderzoek zo'n 2000 jaar oud te zijn. Waaruit de Amerikanen concluderen dat hun voorouders reeds 2000 jaar geleden al een zeer geavanceerd digitaal telefoonnetwerk in hun bezit hadden. En dat zo'n 1000 jaar voor de Russen. Jij zeker de gazet nog niet gelezen, hè? Nee, hoezo? Ik zal u het volgende citeren. Na opgravingen in Rusland en Amerika zijn ook Belgische archeologen in de weer geweest. Gisteren is het volgende rapport gepubliceerd. Na opgravingen in de Belgische bodem tot een diepte van 5000 meter hebben Belgische wetenschappers helemaal niets gevonden. De Gazette concludeert hieruit dat zo'n 5000 jaar geleden de Belgen in het bezit waren van een mobiele telefoon.